Een optiek is een bepaalde wijze van het benaderen, bevragen van de gehele werkelijkheid, het materiële object. Binnen iedere optiek bestaan er verschillende visies. Een visie is een opvatting binnen een bepaalde optiek, over een deel of een geheel van de gehele werkelijkheid. Je hebt een aspectoptiek en een uiteindelijkheidsoptiek. De overeenkomst is dat ze beide naar de gehele werkelijkheid kijken. Het verschil is dat een aspectoptiek naar heel de werkelijkheid kijkt, het materiële object, maar beperkt is tot een deel van die werkelijkheid, het formele object, van waaruit de werkelijkheid wordt benaderd, bevraagd. Een uiteindelijkheidsoptiek kent echter geen beperkingen in het formele object. Aspectbenaderingen, bestuderen, bevragen, heel de werkelijkheid, het materiële object, maar zijn beperkt tot een deel van die werkelijkheid, in het formele object, de bril waarmee naar de gehele werkelijkheid wordt gekeken. De historische aspectoptiek bijvoorbeeld bestudeert, bevraagt de gehele werkelijkheid, het materiële object. Maar de historische aspectoptiek is wel beperkt vanuit de bril waarmee naar de gehele werkelijkheid wordt gekeken, het formele object. De historische aspectoptiek stelt namelijk enkel historische vragen aan de gehele werkelijkheid. Er zijn ontelbaar vele aspectbenaderingen van de gehele werkelijkheid. Schrijf op vanuit welk aspect schoolvakken als lichamelijke opvoeding, biologie, Nederlands en scheikunde naar de gehele werkelijkheid kijken, ofwel, bevragen. Welke vragen stellen deze vakken aan de gehele werkelijkheid? Er is echter maar één uiteindelijkheidsoptiek die drie vragen stelt aan heel de werkelijkheid: het materiële object. De uiteindelijkheidsoptiek is niet beperkt in het formele object, de bril, waarmee naar de gehele werkelijkheid wordt gekeken. De uiteindelijkheidsoptiek bestudeert het zijnde als zijnde, het zijnde, in zoverre, het zijnde is. Dit noemen we, met een deftig woord, metafysica. De uiteindelijkheidsoptiek stelt de volgende drie vragen aan de gehele werkelijkheid: 1. De levensbeschouwelijke vraag: Wat is het uiteindelijk ware? Wat geeft het leven uiteindelijk zin? 2. De ethische vraag: Wat is uiteindelijk menselijk gezien goed handelen? En 3. De esthetische vraag: Wat is het uiteindelijk schone? Wie wil het nut uitleggen? Sandra, jij misschien. 1. Het maakt duidelijk dat mensen niet theorieloos naar de werkelijkheid kunnen kijken. Iedereen kijkt steeds vanuit een bepaalde invalshoek. Het formeel object naar iets in de gehele werkelijkheid, het materiële object. Mensen benaderen, bevragen de werkelijkheid met behulp van een bepaalde optiek. 2. Het zorgt voor een heldere communicatie. Door te beseffen binnen welke optiek, taalspel, iemand praat, leest, schrijft, snap je beter wat hij of zij te vertellen, te bevragen heeft. Het helpt dus miscommunicatie te voorkomen. 3. Het laat het verschil. Tussen een aspect en een uiteindelijkheidsoptiek zien. Het specifieke karakter en belang van een aspectoptiek en de uiteindelijkheidsoptiek wordt daarmee duidelijk. Dat was echt knap van jou, Sandra, toen net in de klas. Dank u wel. Je had helemaal gelijk over het nut van de theorie: het moet miscommunicatie zien te voorkomen. Een aspectoptiek stelt feitvragen aan de gehele werkelijkheid, dat wat te meten wegen en televalt, kwantitatief. Terwijl, die uiteindelijkheidsoptiek, voornamelijk vragen stelt, naar meningen, opvattingen, gevoelens, kwalitatief. Mensen moeten, deze verschillende soorten benaderingen, van de gehele werkelijkheid, natuurlijk niet door elkaar halen, want dan snap je het niet meer. Ja, ik moest lachen, toen mijn vriendje, mij, zijn knijntje noemde. Toen moest ik aan deze theorie van verschillende benaderingen denken. Mijn vriendje was serieus en begreep niet waarom ik lachte. Miscommunicatie in het klein. Schrijf op: waarom moest Sandra lachen? Waarom was er sprake van miscommunicatie? Leg het antwoord uit aan de hand van de aspect en de uiteindelijkheidsoptiek. Ik heb echter nog niet gezegd over de verschillende visies binnen een aspectoptiek en de uiteindelijkheidsoptiek. Een visie is een opvatting binnen een bepaalde optiek over een deel of geheel van de werkelijkheid. Binnen de historische aspectoptiek kent men een visie op geschiedenis, die ervan uitgaat dat de geschiedenis zich herhaalt, maar er is ook een visie op geschiedenis die zegt dat de geschiedenis zich helemaal niet herhaalt maar juist toe werkt naar een paradijs op aarde. Dus binnen de historische aspectoptiek, zijn er verschillende visies mogelijk. Schrijf op, welk schoolvak houdt zich voornamelijk bezig met de gehele werkelijkheid, vanuit de uiteindelijkheidsoptiek. Leg dit uit, aan de hand van de theorie. Binnen de uiteindelijkheidsoptiek, worden er drie vragen gesteld, aan de gehele werkelijkheid. Een van die vragen, was de ethische vraag. Wat is uiteindelijk, menselijk gezien, goed handelen? Los van de botsende waarden die we hiervoor moeten opsporen, dienen we ook te kijken naar de verschillende ethische visies binnen deze uiteindelijkheidsoptiek. Ik denk dan aan de beginselethiek, deontologie, en aan de gevolgenethiek, teleologie. We kijken dus nooit theoriemens naar de werkelijkheid. We nemen altijd een optiek in. Door te weten vanuit welke optiek iemand spreekt, schrijft, leest, kunnen we veel misverstanden tackelen. Iemand die een visie inneemt, doet dat altijd vanuit een bepaalde optiek. Je kunt binnen de optiek van visie verschillen, maar de verschillende benaderingen, invalshoeken, zelf, kunnen niet botsen, zeker niet, als het ene taalspel feitvragen stelt en de andere mening vragen, zoals de aspectbenaderingen en uiteindelijkheidsoptiek doen. Waarom kunnen we volgens dit filmpje beter niet spreken over de ethische uiteindelijkheidsoptiek?